ouders van Anouk zetten zich schrap toen ze dit zagen. Maar ze kregen goed nieuws. Ja, dat ik al een jaar lang studeerde. En dat wisten mijn ouders niet. Waarom heb je dat geheim gehouden? Vorig jaar zijn mijn ouders uit elkaar gegaan in de zomer. En dat is net in de tijd dat je je aan moet melden voor een studie. En toen heb ik besloten om het niet te vertellen. Omdat ik weet dat mama en papa zich dan zorgen kunnen maken. En ze hadden al zoveel zorgen. Dat ik ze niet nog meer zorgen wilde geven. Maar dat bleek eigenlijk niet nodig, want Anouk had nog een leuk nieuwtje. Ja, ik heb het dan volgens mij met een 7 gemiddeld allemaal afgerond. Dus dat is wel mooi. Anouk maakte haar ouders wijs dat ze het afgelopen jaar in een schoenenwinkel werkte. En dus moest ze behoorlijk wat smoesen verzinnen. Echt heel veel. Dat ik gewoon heel veel overuren heb gemaakt. Dat ik daarom wat meer vrij had. Dat ik verschillende dagen heel veel achter elkaar moest werken. Zodat ik niet naar Oost toe kon komen helaas voor mama en papa. De schok was dan ook groot toen ze ontdekte dat Anouk studeerde. HBO. Hoe reageerde ze? Ja, zoals je ziet, echt gewoon huilen. En mama die pakte me vast dit. Oh, schatje, toch, schatje. En papa was aan het huilen. Dat was een heel mooi moment. Trots. Ja, echt heel trots. Niet normaal. Zeg, onze camera loopt nog. Heb je nog meer geheimen op te biechten? Nee. Tot nu toe niet meer. Dit was het echt even? Dit was het echt, ja.